Goed, dus kan ik ze nu in één klap doden. Nee, nog niet. Nog één level. Hey, Helminator, welkom. Doodstreeks rennen. Thanks for watching. Snecht. Lekker snecht. Thank you.
Dank je, Insomnia. Duurt erg lang. Maar ik kan die beestje straks in één klap doodmaken, dus dat scheelt dan weer. Niet alleen als je overhoogt ervoor. Nou, het is alleen... alleen in dit gebied, in ieder geval, dat ik weet, hier level ik wel altijd alles up. Anders dan moet je het bij de moeilijkere beesten gaan doen en ik wil nog wel een redelijk snelle playthrough maken. Maar het zal straks sneller gaan als het zwaardje goed genoeg geüpgrade is. Dan. Don't worry. Die P-bags die droppen, die geven hier prachtige XP voor. Rechtsboven staat mijn experience balk. Als die de 5000 haalt, dan kunnen we die basis one-shotten, zoals we het noemen. Wat is een request Turk? Ben ik aan het oefenen voor Zelda Marathon 3? Ik niet. Kevin gaat dit spel spelen mocht er in Zelda Marathon 3 komen. En hij wilde hem no death doen. No death run. Ik wens hem veel succes. 100% run Zelda 1, maar dat heb ik tijdens de marathon ook gedaan. Kijk, nou gaan we die beestjes echt killen. Moeten ze verschijnen. En hoppa. Hoppa. Nu gaat het rap. Het is even tergend, waarschijnlijk ook om te zien. Het is nou even niet anders. Die bank, dat is goed, dat is waar je in weg zit. Hoe bedoel je? Oh ja man. Ik ben super groot fan van die bank. En maar op zondag. Klopt. Je wil ook niet weten hoe asociaal ik erbij lig zondag. Even bezig. Zijn ze op? Kijk. Waarom komen ze niet meer?
logisch. Nog 5 levels en kunnen we door. Ik kan mijn huis even niet laten zien, die webcam die staat vast op mijn scherm. Volgende keer zal ik proberen via een laptop te streamen als die weer gerepareerd is, dan kan ik het even beter laten zien. Ja, maar dan hebben we geen stroom meer, hè? Helaas, dat heb ik nog niet. Is te duur voor mij. Is goed, Jack. Project E. Zullen we het niet doen? 4 levels. Oh jongens, sorry dat ik jullie dat aandoe. Ik weet nog dat ik dit tijdens Zelda Marathon 1 zat te doen midden in de nacht. Ik geloof dat Jester was. Ik weet niet of Jester nu is. Sorry. Ik geloof dat na dit weer een stuk interessanter gaat worden. Allemaal omdat ik nu eigenlijk een beetje overpowered begin te raken. Maar het is een legit manier van levelen. Het is, het moet kunnen. Jess aan de game maken. Oeh ja, ben ik ook uit hier. Lekker, lekker.